leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Thuis bij Elver. In deze uitzending zijn we op bezoek bij de timmerij in Arnhem. Gaan we kijken naar de auto's van Nico. Hij heeft er heel veel en wil ze graag laten zien. Vertelt Vitaal voor jou meer over slapen? Is er weer een leuke quiz en grap? Veel kijkplezier! De timmerij maakt hele mooie producten. Wij wilden wel eens weten wie de deelnemers zijn die zulke mooie producten maken. Kijken jullie mee? Welkom bij Elver. We zijn vandaag bij de timmerij. Kijken wat de mensen hier aan het doen zijn. We gaan eerst naar Justin. Kijken wat Justin aan het doen is. Wat ben je hier aan het doen? Ja, ik ga eventjes met hout eventjes doen. Ik had net deze plankje. Die had ik net even daar bij de lasermachine gepakt. Maar ik weet nog niet wat ik ga maken met de lasermachine. Waarschijnlijk denk ik misschien weer een embleem. Oké. Ja. En welk embleem heb je in gedachten? Dat is nog de vraag. Oké, nou ik laat me verrassen. Ja. Dan gaan we naar Brian. Kijk wat Brian aan het maken is. Brian, wat ben jij aan het maken? Ja, ik ben een radiatorombouw aan het maken. En ook nog van deze snijplankjes. Ah, handig. Ben je er lang mee bezig? Ligt eraan. Meestal heb ik het in 2 dagen af. Oké. En heb je nog wel eens hulp voor Jan? Of voor andere mensen die hier werken? Nee, ik doe alleen maar op zelf. Oké. Nou. Mooi. Ja. Nou, dan gaan we naar Jan. De baas zelf. Wat heb je hier allemaal, Jan? Binnen Elver, binnen de timmerij. Binnen de timmerij, de opdrachten natuurlijk binnenhalen. En ik probeer dat iedereen de juiste opdracht krijgt. En dat is best moeilijk als je wat zo vraagt, zeg, met zo'n microfoon voor mijn neus. Dat iedereen doet wat hij het leukste vindt en wat hij goed kan. Dat probeer ik hier te doen. Is dat genoeg voor jou? Ja. Oké, dat is mooi. Ja. Ja, ik maak heel veel bier dingen voor horeca's, waar je bierglas in kan zetten. Tot niks meer van karton is, maar van hout. Dat je gewoon kan recyclen, want hout of karton wordt altijd meestal weggegooid. En hout kun je altijd schoon, ja, dat kun je gewoon weer terugbrengen naar de bar. Dus dat heb ik heel veel gemaakt. En dan ben ik met bierfiltjes bezig. Van elke land heb ik een vlag geschilderd. Maak ik er bierfiltjes van. En de achterkant wordt dan gek wel helemaal goud spuit. Dus dan kun je gewoon twee kiezen. En de bierdingen heb ik allemaal hierin zitten. Ik doe heel veel schilderijen maken, opdracht. Als jullie zelf ook een opdracht hebben voor ons die wij kunnen maken, of een schilderij, of wat, maakt niet uit wat het is. Als de timmerij het kan doen, dan eventjes naar de timmerij, naar Elver mailen en dan komt het bij ons wel terecht. Ja, sorry jongens. Dat we even weer terug zijn. We zijn wat vergeten, want Paul wil nog wat vertellen. Paul, wat voor dagen werk jij hier? Alleen op donderdag. En waar ben je dan mee bezig? Ik ben bezig met Kapioenencafé uit België. En wil je het laten zien? Ja, dat kan wel. En hoe lang ben je mee bezig? Ja, eigenlijk heel lang. Een paar keer is er traag in opgelopen. Tot een paar keer af en toe ook best last met mijn handen wel eens. Dan dat doet dan veel langer over. Oké. Ik vind het niet zo erg. Ziet er mooi uit. Ja, ik heb in ieder geval de tijd.
Als mijn ooit een keer klaar komt, is iets van Heiko eigenlijk. Zo vast wel, toch? Ja. Of niet zo zacht. Het duurt aan het landen over, maar vind ik niet zo erg. Nee. Als je mij de tijd en je hebt toch hier de tijd. Nou, je hebt hier de tijd, dus dat scheelt, hè? Precies. Ja, dat bedoel ik. Niemand die op je vingers kijkt. Nee, nou, ik heb af en toe wel last van vingers. Dat heb ik wel mee werken. Dat is één ding heel erg lastig vind. Ah ja. Dat is enig lastig vind. Nou, dan. Dankjewel. Ja, bedankt ook. Wij hebben nog geen aanvragen om een kaarsje aan te steken. Wil je dat nog wel? Stuur dan een mailtje naar ons. Weet je nog dat we alles hebben gevraagd in een vragenlijst? Er was ook nog een vraag over slapen. Net het slapen gaat het goed bij Elven. De meeste bewoners slapen 8 uur per nacht. Dan gaat ook op dezelfde tijd naar bed en staat ook dezelfde tijd weer op. Snurk jij als je slaapt? Dat is helemaal niet erg. Je wordt ook niet wakker van. Handig hè, van het brein. Snurken is niet gevaarlijk. Maar snurk je, word je wakker met hoofdpijn? Of word je moe als je wakker wordt? Vraag dan wel iemand om hulp. Meer weten over slaap en ontspanning of andere dingen die je kan helpen om lekker in je vel te voelen, kom dan Vitaliteitsmarkt. Deze is op woensdagmiddag op 16 november bij het stadion bij Graafschap in Doetinchem. Iedereen is welkom. Doe jij dan mee aan het ommetje app? Elven Vitaal heeft 40 deelnemers. Er kan nog meer bij. In de Achterhoek doet 80 bedrijven mee. Elven staat nu op 64. Dat kan beter. Download de app, doet tot 2 december net ons mee. Nico woont in Laag Zoren en heeft heel veel auto's. Hij heeft er veel gekregen, maar sommige ook zelf gekocht. Hij is er heel trots op. Laten we gaan kijken. Goedemorgen, mama. Vandaag zijn we op bezoek bij je. Door in dat doen we en werk. En ik ben kunstenaarist. Daar kun je mee. We gaan naar binnen toe. Kom maar mee. Ja, binnen. Ja, kom binnen. Mooi. Ga je hier wat laten zien? Ja. Over wat auto's? Ja, is goed. Nou, wat zijn van allemaal voor auto's? Dat zijn allemaal kevers. Die heb ik een jaar zo'n 25 allemaal gespaard. Ik heb ook wel rond gekocht en nieuw gekocht. Oh ja. Ja. En dan heb ik ook allemaal eentjes. En dit hebben we nog. En dit heb ik ook al lang. Ah. Ja. En ik heb ook nog. Deze hebben we nog. Ik ga dat niet zien, maar je zegt niet aan. Dat is eigenlijk een Volkswagenbus. Ja, ik heb mijn verjaardag gekregen toen ik 50 werd. Oh ja. En dan heb ik nog Amerikaanse, daar heb ik nog. En daar heb ik nog busjes. Ja. Maar ik zie ook een hele mooie smart staan. Oh ja, zou ik die laten zien? Ja, vind ik hem zo mooi. Dit is een smartphone door
Er zijn er heel veel van gemaakt in de loop der jaren, sinds 1998. Zo. Ja. En die bestaat ook al bijna 25 jaar volgens mij. En heb ik die gekregen? Van mensen gekregen, van mijn ouders, van mijn familie. Oh ja. En ik heb ook een paar frappige tussen zitten. Donald Dick heb ik al ook gekocht. Wij zijn in 1969 zo beschadigd, dat is best wel oud. En poortjes, ja. En... Ja, en Citroën heb ik nog. Ach, een mooie. En dan met Citroën en... Ja. Ja, is hier daar nog een mooie auto, mooie zetjes mee. Ja. Wat is dat voor auto, die grijze? Dit is geen Seat, dit is een... Dat is een, in 2009 van gemaakt, tot met 2016 zo'n beetje. En de, in, dat is een Hyundai? Ja. Mooi hoor. Ja. Ik heb ook wat oude model tussen zitten. Zoals de bandjes en jij hebt ook nog wat. Dan over Hot Wheels, daar heb ik ook wel een paar van. Oh ja. Ja, ze zijn niet beschadigd, maar ik hou ze altijd goed bij de auto's. Maar ik zie daar nog wat auto's staan, op de muur. Ja, dat zijn van die dat is een plaat, dat komt uit Frankrijk, Agnes van meegekocht. Ja. Ja, ik heb een auto over 8. En wat is je lievelingsauto? Het zijn er twee. Het is een kever. Ja. En een eend. Zo, ja. Allemaal Volkswagen dus. Ja. Oude, nieuwe, we hebben 50 en 60. En 70 jaar ook al. En hoe lang is papa je auto's al? Sinds 1997, ben je dik 25 jaar. Zo. Ja. Mooi hoor. En daar ben ik al toen mee begonnen met het rijtje. Ja. Maar ik zie daar ook nog wat auto's staan. Wat voor auto's zijn dat nou? Kan je dat ook laten zien aan ons? Dit is een haai. Die, als je opdrukt, gaat hij rijden, maar de batterijen zijn er bijna. Maar ze zijn allemaal van die aparte auto's. Dat is goed. Ik dacht die grijze, ja. Ik doe een Porsche. Het is wel prima, maar het is wel elke keer om voor jou om mijn verjaardag gekregen. Zo, mooi hoor. Wacht. En hier heb ik nog een rijtuig, dat zijn echt hele oude deze. Die zijn uit een. Ja, ik heb weer bij het jaar of 40. Vanaf 84 was ik het. Maar toen ik klein was, heb ik ze ook nog gehad. Toen was ik een jaar of iets. Dat was in 1972 geweest. En we zijn wel bezig met normaal goed, maar. Ze moeten wel een keer gewassen worden, maar ik ga je ook niet erg. Niet zo super bedankt dat we even mogen kijken. Ja, en tot ziens maar weer, hè? Hey, tot ziens, hè? Tot ziens, hè? Hey, doeg! Dan is het alweer tijd voor de quiz. Doen jullie mee? En doet hij of doet hij het niet? Deze keer geen Theo, maar de honden van Deborah. Kijk maar mee. Dit zijn de honden van Deborah. Dit is Kenzie en dit is Senna. En normaal gesproken luisteren we naar Deborah, maar vandaag moeten we erbij luisteren. Ik ga zo op mijn handen en knieën zitten en dan moet Kenzie op mijn rug springen. Doet die het of doet die het niet? Da 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 da. Dan zijn we bij Raad het Geluid. Luister goed en misschien weet jij het geluid wel.
Sprookje heeft weer 3 vragen voor jullie. Luister maar eens mee en misschien weet jij het antwoord wel. Hallo, hier ben ik weer. Ik heb weer 3 vragen voor jullie. Heeft de maan groter dan de zon? Ja of nee? Hier komt de tweede vraag. Is Schiphol kangaroo, ja of nee? We zijn nu weer aan de derde vraag. Is geel met rood, krijg je dan paars? Ja of nee? We hebben ook zoek de verschillen. Dit keer geen 3 verschillen, maar 4. Kijk maar eens mee of jij de verschillen ziet. En dan komen we bij het zoekplaatje. Luister naar Imke en misschien herken jij het plaatje. Hoi, ik ben Imke. Ik heb een plaatje uitgekozen. Het ziet er gek uit. Kun je raden wat het is? Een kleine tip is een dier. Als laatste hebben we Jaap. Waar zou die deze keer zijn? Nieuwwiel. Arnhem. Laagsoeren. Nu gaan we allemaal lachen. Nu komt de grap van Quincy. Hallo, ik ben Quincy. Ik heb een leuke vraag voor jullie. Komt die? Waarom vliegen de vogels in de winter naar het zuiden? Het is te ver om te lopen. Doei. De deelraad cliënten zijn op werkbezoek bij Plein, Werk in Arnhem. Kijk maar mee. Hallo allemaal. Vandaag zijn we bij het Pleinwerk. Wij gaan raadsreport opnemen. Gaan jullie mee? Zo, wat doe jij hier? Ik doe het vatwassen en soms wat vouwen. En soms wat op mijn tablet in de pauze. En om 10 uur hebben we altijd koffie, thee drinken en dan met 2 uur op pauze. Wat zijn jouw werkzaamheden? Maandag ben ik vrij. En dan dinsdag zit ik bij de handwerkgroep, ga ik handwerken. Woensdag zit ik in de industrie. En donderdag zit ik hier. Wat
doe je hier op de pleiwerk? Ja, voor appels snijden. En vroeger zat ik op wasratten, maar zo ook niet. Maar wasrat is nou weg. Leuk. Ja, hier is het wel leuk. Ik zit op timmerij, timmerhout werken. In de industrie zit ik ook vaak. Dat alleen zo'n paar waterlijnen zijn op vakantie. Dat was echt heel leuk. Ja. Vind je die werk leuk om te doen? Of vier beetje saai? Is nou omdat ik in moet springen, omdat er niet zo veel collega's zijn om te doen. Maar normaal gesproken doe ik dat niet. Ja, wat werk doe je normaal wel? Normaal gesproken doe ik of tafel poetsen, of koppels daar brengen, of zoek maken en zo. Oké. Wat doe je allemaal? Met houtwerken, met partijbanken, volghuisjes. En ook dit soort dingen. Met, moment met die machine daar. Wat doe jij hier op dit moment? Op deze dag doe ik spelletjes spelen. Of even gewandeld. Ja. En even inderdaad even op mijn tablet. Een beetje van alles en nog wat. Wat vind jij leuk over het kleiwerk? Wat zijn je werkzaamheden? Industriewerk, fruit snijden. En wat is het leukste wat jij doet het liefste? De vat wassen en de wassen vouwen. En wat is het minder wat je dat dan doet? Weet niet, op wat minder is. Ik vind allebei leuk. Nou, dan ben jij een zeer gewilde klant. Ja. En wat doe je dan? Ja, tot dan ga ik de balie zien en dan doe ik ook industriewerk. Want dan zit ik helemaal niks te doen. Mm-hmm. Ja. En woensdag zit ik ook bij de industrie. En wat vind je het minst leuk over het pleiwerk? Ja, dat weet ik niet veel. Dat vind ik nog moeilijk. Oh, dus je vindt alles eigenlijk wel leuk? Ja. Nou, dat is alleen maar mooi, dat horen we graag. Ik vind het alleen jammer dat Roos nou niet kou heeft gezeten. Roos blijft niet buiten zitten. Nou, wat jij het allerleukste vindt om te doen? Spelletjes spelen, dat vind ik wel het allerleukste. Timmerij is leuker. Wij doen altijd hout maken. Gerard komt dan vaak met de busje langs rijden. Een groepsnootje wegbrengen hier. Er zijn ook dingen die je moet doen wat je niet zo erg prettig vindt? Soms wel. Maar ja, soms denk ik dat het dan inderdaad. Ja, soms wel. Maar ja, dan geef ik het wel even aan, zeg maar. Dat het dan. Maar ik kan nou geen 1, 2, 3 nou helemaal niet opkomen wat ik dan geen prettig idee vind, zeg maar. Oké, dan ben ik blij met je antwoorden. Bedankt. Ja, alsjeblieft. Zijn er ook dingen die je minder leuk vindt? Oké, hartstikke goed. Dat is fijn om te horen. Ik weet dat je zo naar je zin hebt. En wat minder is, ja, ik vind het werk gewoon leuk. Ik heb niet minder dingen. Dat is mooi om te horen. Maar jij niet een beetje naar je zin hier om met de koffies op te ruimen? Nou, echt niet. Maar goed. Lekker. Dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden van de quiz. Als eerste antwoord het antwoord op doet hij of doet hij het niet. Zullen de honden het doen? Hoog? Kenzie? Kenzie hoog? Ja, hij doet het! Dan hebben we raad het geluid. Wist jij het geluid? Kijk maar mee en zie en hoor je het antwoord. Thank you.
had drie vragen voor jullie. Zij vertelt zelf het juiste antwoord. Het is dus tijd voor de antwoorden. Is de maan groter dan de zon? Nee, de zon is 400, de maan is 400 keer kleiner. Hier komt de tweede vraag. Ik vroeg je, is het schipje kankeroe? Ja. Hier komt de derde vraag, antwoord. Is geel met rood, krijg je dan paars? Nee, oranje. Dit was alle vragen voor de antwoord. Ik hoop dat je de antwoorden wist. Doei! Daarna hebben we de drie verschillen, weet jij ze nog? Op de ene foto heeft Charlotte een pion op haar hoofd en op de andere foto niet. Op de ene foto is de container blauw en op de andere foto geel. Op de ene foto staat Charlotte op de stenen en op de andere foto staat ze op het gras. Op de ene foto zijn er ramen en op de andere foto zijn er geen ramen. En als laatste, waar is Jaap? Jaap was deze keer in Nieuw-Wiel bij de opmaat. Het was het weer voor deze keer. We kijken nog even terug naar de open dag. En naar een optreden van koor in Bonnefoy. Doei! Oh,